Welkom allemaal bij de laatste aflevering van dit seizoen van Operatie Interview. Het was een bewogen seizoen met heel veel bijzondere spraakmakende gasten. En dan wil je natuurlijk als programmamaker er wel met een knaller het seizoen afsluiten. En wij menen daarin geslaagd te zijn. Een bijzonder programma, niet alleen voor de gast, want ga er maar aan staan. Je wordt uitgenodigd op een zondagmiddag in de Bali en je wordt geïnterviewd door 3 mensen. Je weet van tevoren niet wie het zijn en ook niet waar ze het over gaan hebben. En dan moet je daar ja op zeggen. En we hebben een gast die dat gedaan heeft. Zij is de 6e in de rij. 27 augustus, die zondag, zijn we weer terug voor het nieuwe seizoen. Maar het is nu hoog tijd om aan te gaan vangen met een programma waar we al weken naar uitkijken. Eindelijk kunnen we u gaan laten zien wie onze 3 interviewers zijn. En natuurlijk ook aan onze gast. Maar we gaan eerst de gast rustig aan u voorstellen. Dus, juist. Dames en heren, ze werd geboren in 1941 in Rotterdam als dochter van een transportman, oftewel Zwaar Transport, een bedrijf in Rotterdam. Ze werkte zich naar haar studie economie op via de gemeenteraad naar de nationale politiek en werd in 1971 Kamerlid voor de VVD. Ze was 2 minister, 1 staatssecretaris, onder andere natuurlijk van Verkeer en Waterstaat. In 2004 werd ze de eerste vrouwelijke EU-commissaris, waar ze streng oog hield op het bedrijfsleven en onder andere hoge boetes aan onder andere ook Microsoft uitdeelde. Nadat ze in 2012 stopte als eurocommissaris, ging ze niet met pensioen, integendeel, maar werd ambassadeur van Start Delta, jonge bedrijven, start-ups, en adviseur van Uber. We hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad, maar zij was wel de eerste die genoemd werd en door vriend en vijand wel capabel daartoe werd geacht. Heeft natuurlijk ook alles te maken dat ze tot op heden nog steeds wordt gezien als een van de meest invloedrijke Nederlanders. Dames en heren, warm applaus voor onze gast van vandaag in de Operatie Interview, Nelly Kroes. Zo, oh, ik dacht even dat per ongeluk hier de journalisten binnenkwamen. Ik schrok me dood. Welkom allemaal, ga lekker zitten. Ja, mevrouw Kroes, laten we even beginnen toch met het volgende. Je wordt uitgenodigd, kom naar een programma, u wordt geïnterviewd en u weet niet door wie. Waarom zeg je zo op zoiets ja? Degene die het me vroeg, vind ik een aardige vent. Ik was het niet, dames en heren. Zeg maar, ja. Ik vind alle activiteiten die hier gedaan worden over het algemeen aansprekend. En heb me niet gerealiseerd wat er echt voor kwam kijken. Dus we zien wel. Ah, heel goed. Het spannende aan u is, vind ik, is dat u vaak qua gelaatsuitdrukking, dat het niet altijd even duidelijk is wat uw gemoedstoestand is. Dus u kunt maar zeggen heel strak kijken, waarvan je soms denkt, kookt ze nou van woede achter de ogen? Is ze heel enthousiast? Dat lijkt me ingewikkeld. Merkt u dat ook wel als mensen u interviewen, dat ze moeite hebben om echt dichtbij te komen? Het is hun probleem en niet mijn probleem. Juist. Dus daar begint het mee. En bovendien, misschien wil ik wel niet dat mensen dichtbij komen. Dat is meteen de tweede vraag. Bent u zich bewust daarvan? Ja, ja. Nog sterker zelfs, speelt u er wel eens mee? Ik speel überhaupt niet. Nee? Nee. Nee? Nee, nee, ik ben mezelf en u krijgt wat u ziet. Is een interview ook een soort spel? Niet een soort spel, maar het kan wel een interessante gewaarwording worden over hoe iemand een onderwerp of een situatie ervaart en dat je daar zelf mee aan kunt bijdragen. Ja. Wanneer, als een interview voor u kijkt, voor u, zeker natuurlijk in uw functie als eurocommissaris of als minister, dan heb je zelf ook wat te melden. Dus je wil ook op een bepaalde manier in dat interview tevoorschijn komen. Dus mijn vraag aan u is eigenlijk, geeft u zich over een interview of behoudt u ten alle tijde de regie? Nee, dat zou arrogant zijn als ik zou zeggen dat ik daar altijd in slaag. Dus dat hangt een beetje van de situatie af. Maar je geeft een interview niet over jezelf, maar je geeft een interview over het werkterrein of over onderwerpen waarmee je bezig bent. En mijn activiteiten in de politiek, en die duren al een tijdje, ver in de vorige eeuw begonnen. Maar die zijn erop gericht om, kan het zijn, te communiceren met de burger. Want daar doen we het voor, om het maar dat gedragen te zeggen. Dus dan moet ik het ook door communicatie bij hen neerleggen waarom ik actief ben in die terreinen en hoe ik dat wil doen en waarom ik naar hen wil luisteren enzovoort. Ik zeg altijd, ik doe alsof ik met mijn buurvrouw praat. In elk interview? Ja, waarom niet? Nou, omdat ook iemand wel zich kan gedragen, niet als de ideale buurvrouw.
Jawel, maar daar ga ik vanuit dat die ideale buurvrouw... Dus de doorsnee buurvrouw waar ik dan aan denk... zijn hele interessante mensen die heel hard werken of heel hard gewerkt hebben... en die de moeite waard zijn om er iets voor te doen. Zeker misschien in de vorige eeuw waar u aan refereert... is misschien in het huidige tijdperk wordt er steeds toch vaker ook gevraagd... om de persoon achter de politicus. Ja. Dus men wil ook gewoon weten wie is die persoon, wat drijft iemand... Dus met andere woorden, of je het leuk vindt of niet... er wordt toch steeds meer ook gevraagd wie u nou persoonlijk bent... hoewel u er misschien niet altijd zin in heeft. Ja, maar daar heb ik nooit geheimzinnig over gedaan. Want als ik dat niet wil, moet ik niet in de politiek gaan. En dat betekent niet dat men alles van mij hoeft te weten. Maar een heleboel dingen. Of dat is toch al bekend. Of daar ben ik trots op. Dat ik een zoon heb en dat ik kleinkinderen heb enzovoort. Dus die betrek ik ook wel in mijn uitleg waarom ik bezig ben. We gaan u bijna naar de operatiekamer begeleiden. Maar is er nog iemand die is direct achter die deur? Want in de aanpalende ruimte zitten drie journalisten. Die zien dit gesprek ook wat wij nu hebben. Is er nog iemand van u zegt, zou ik wel heel leuk vinden als hij nu om de hoek komt zeilen zo? Ik heb er echt niet over nagedacht. En dat is niet arrogantie of wat dan ook. Want waarom zal ik gaan dagdromen? Dus ik verheug me op mensen die hun zondagmiddag beschikbaar stellen... voor dit soort activiteiten. Overigens ook uw zondagmiddag. Ik zou het niet doen. Maar... Het is allemaal live, ze kunnen niks eruit knippen. Maar ga door. Dus niet iemand speciaal. Ik neem aan dat het kritische mensen zijn. Bij deze. Ik denk dat wij voldoende besproken hebben nu. Ik ga u vragen te gaan staan en mee te komen. We gaan die kant op. Dan ga ik u vragen op de linkerstoel plaats te nemen. En dan hebben we hier wat muziek voor u. Misschien dat we even kunnen laten horen wat voor muziek dat is. Heeft u het al? Dat een kwartier lang. Dank u wel. Doet u hem zelf op? Ja. Doet u hem zelf op? Gaat misschien wel heel hard. U kunt mij nu horen. Dat is geen goed teken. Ja, hij staat goed, hè? Oké. Wij laten u hier zitten. Wij gaan die kant op. En dan is dit het moment voor mij dat ik het andere kaartje pak. Als het goed is, staan hier achter de deur. Nu, klaar. Ik ga bijna fluisteren. Is helemaal niet nodig. De drie journalisten, die staan te poop van ongeduld. Dames en heren. De eerste man was ooit advocaat op de Zuidas. Toen werd hij eigen ondernemer, maar een aantal jaren lang... zwaait hij al de scepter bij de quote. Oftewel de hoofdredacteur zelf, Sander Schimmelpenning. De tweede man heeft een dodelijk saaie carrière. Hij begon ooit bij Vrij Nederland en daar werkt hij eigenlijk nog steeds. Specialist als het gaat om de grote interviews, de mooie verhalen. Dames en heren, groot genoegen, Thijs Broer. En de derde heeft... ook in de politiek gezeten en niet zomaar een beetje in hetzelfde tijdvak, maar ze hebben alleen nooit in hetzelfde kabinet gezeten. Zij was namelijk minister en staatssecretaris, de oprichter van Opzij, en nu weet u het al. 10 jaar zat ze in het Europees Parlement, dames en heren, Hedy Dancona. Lekker zitten. Ja, lekker gezellig, we hebben die bank ook een beetje smal gemaakt. Ja, lekker. Zo. We gaan het bespreken even in de volgorde zoals jullie opgaan. Thijs, dat betekent dat we beginnen met jou even. Wat ga je doen? Nou, Nelly Kroes is een hard nut to crack, zoals iedereen weet. Als je de hele harde kritische vragen stelt, dan schiet ze meteen in het defensief. Dus volgens mij is de beste manier in ieder geval in eerste instantie zoete broodjes te bakken. Zorgen dat ze zich op haar gemak voelt. En dan langzamerhand er tot eerlijke antwoorden te verleiden. En wat heb je in gereedschapskist zitten om mevrouw Kroes op de gemak te stellen? Nou, ik heb haar voor het eerst ontmoet in 2003. Op het kasteeltje Bolenstein in Maarsen. Dat eigendom was van Jan Dirk Parelberg. Jullie weten wel wie dat is. Dat zal later in het programma nog aan bod komen. En dat was op een moment dat zij een van de vele omslagen in haar leven net had meegemaakt. En dat is waar mijn gesprek zo dadelijk over zal gaan. Tot die tijd stond ze bekend als de spijkerharde minister van Verkeer en Waterstaat die heel Nederland wilde asfalteren en die niks moest hebben van politiek correcte kletspraatjes over vrouwenemancipatie bijvoorbeeld. Maar toen opeens, net een paar maanden daarvoor, had ze in de Rode Hoed een roerend pleidooi gehouden voor vrouwenquota, meer vrouwen aan de top en zelfs voor een vrouwenpartij.
partij. Nou, ik dacht, dat is een mooi begin. Om die omslagen in haar leven dus in kaart te brengen. Ja. Met haar erover te praten hoe ze dat heeft meegemaakt. En het bijzondere daarvan is natuurlijk elke keer dat het niet wordt uitgelegd als draaien. Maar een soort voortschrijdend inzicht. Heeft ze altijd een soort status aparte. En het wonderlijke is, oud-bewindslieden die opeens hele vrome dingen gaan zeggen, worden meestal heel hard uitgelachen. Zoals Dries van Acht, Ruud Lubbers, zulke mensen die dan opeens op een oude dag nog idealisme aan de dag gaan liggen. Maar Nelly, bij Nelly is het tot nu toe altijd een groot succes geweest. Nu is ze weer dan de grote kampioen van de start-ups. Terwijl ze juist decennia lang van de oude industrie is geweest. En telkens weer wordt het kennelijk door het grote publiek gewaardeerd dat ze zo'n omslag maakt. Het is wel spannend, want dus als je zegt, de vraag stelt, wanneer is voor jou 12 minuten geslaagd, dan? Het zou aardig zijn als ze kritiek heeft op haar eigen partij. Maar wat ik probeer uit te halen is dat zij Mark Rutte aanspoort om een groenere, ambitieuzere agenda te omarmen. Dat zou leuk zijn als het lukt. Mooi, we gaan er belangstellend naar uitkijken. Als tweede direct, Sander Schimmelpenning, wat ga jij doen? Ik moet het vanuit de quote natuurlijk eigenlijk vooral gaan hebben over haar buitenschoolse activiteiten, zou ik maar zeggen. De belangenverstrengeling waar ze toch wel bekend om is geworden en waar ze altijd mee wegkomt. Het moeilijke is dat je in 12 minuten niet tot in detail al die verschillende zaken af kan gaan. Paarlberg, TCR, nou goed, noem ze maar op, al die affaires. Het zijn er echt heel veel. Je moet ergens. Ik denk dat ik het heel menselijk moet houden. En gewoon vragen: vindt u nou dat u belangen heeft verstrengeld? Ja, ja of nee? Dat soort simpele. Kijk, het zoete broodjesverhaal heb ik ook aan zitten denken. Ik heb ook in Rotterdam gestudeerd. Zij was ook daar koorlid. Dus daar schept een band. Dan kun je misschien zoiets. En dan ben ik het leuke jonge neefje en dan zo. De tijd is te kort. En ze is ook echt Rotterdams. En dan moet je natuurlijk eigenlijk gewoon in je gezicht vertellen hoe het zit. Maar jij gaat dus vanaf meet af aan, meteen boem de confrontatie om. Nou ja, ik laat een fragmentje zien wat vrij bekend is geworden, waarin ze zichzelf een beetje klem zet, omdat ze natuurlijk in 2004 heeft gezegd dat ze na haar termijn als commissaris nooit en nooit meer een baantje zou aannemen. Zelfs als ze nog rozen zou gaan kweken op haar oude dag, dan zal ze niet verkopen. En heeft ze toch gedaan. En niet zo'n beetje ook bij Uber, wat echt een monster van een bedrijf is. Nou ja, dan heb je wat uit te leggen en dat wil ze dus niet. En hou je rekening mee dat het na 2 minuten wij spreken zo ongemakkelijk is dat het nog 10 hele lange minuten... Ja, dat risico zit er wel in. Ja. Ja. Okay. Goed dat je voorbereid. Dan kunnen we dat nog hebben over het koor en vroeger en weet ik veel. Ja. Ja. Nee, ja, maar ik. Maar ja. Even, als je de confrontatie aangaat, dat als je iemand confronteert, dan is het ook ingewikkeld om in te schatten wat er dan gebeurt. Ja, nou goed, ik ga niet vervelend zijn. Ik wil het gewoon weten. Dat is ook een beetje de toon van quote. We hoeven niet te meppen om het meppen. Maar je wil gewoon weten, wat verdient u bij Uber? Dat wil ik weten. Wat krijg je ervoor? Goeie vraag. En dan dezelfde slotvraag ook voor jou even. Wanneer is het voor jou succesvol verlopen? Nou, ik heb nog nooit bij haar zelfreflectie over deze waslijst aan buitenschoolse activiteiten gezien. Dus ik zou het heel mooi vinden als ze toch iets zegt van, nou goed, dat had ik misschien. Dat zou ik een overwinning vinden. Ja. Want het is inderdaad een onkraakbare noot. Als ik er een barsje in krijg, ben ik blij. Goed. Je gaat voor de winst. Het is winst of verlies in het interview, hè? Het zal wel verliezen worden, want zij gaat natuurlijk, een muur optrekken en dan kom je helemaal niet door. Maar tuurlijk wel. Ik ga het in ieder geval dapper proberen. Bij deze. Mevrouw Nakone, u bent als laatste zo direct. Wat gaat u doen? Ik ben ook eigenlijk wel gevraagd en dat is ook logisch als je geen professioneel journalist bent. Om eens te zien hoe het is met het feminisme van Nelly. Ik mag Nelly zeggen, want ik ken haar natuurlijk al vrij lang. Ik ben bovendien ouder, dus dat kan ik gewoon zeggen. Dat mag jij tegen mij zeggen. Ik ben dus benieuwd hoe ze vanuit een situatie waarin ik wel eens met haar gesproken heb. En zij er totaal niks van moest hebben. Ja. He, altijd iets had van, is echt geen enkel punt om als vrouw aan de top en dus aanstellerij en onzin. Zelf, eigenlijk vond ze mensen als u een beetje zeurneuzen. Een beetje zeurneuzen, ja, zeurpieterij. En dat er ineens een omslag komt
waarbij zij zich er uitspreekt heel openlijk en heel vaak over alles wat vrouwen tegenzit en hoe je het voor vrouwen gemakkelijker kunt maken. Bijvoorbeeld door quota in te stellen. Ja, maar af en toe, en dan heb je het ook wel weer, zit zij natuurlijk wel aan de top van een bedrijf, wat nu de laatste weken heel erg in de publiciteit zit, omdat ze werkelijk zo seksistisch en intimiderend naar vrouwen toe zijn. En is het dus raar dat zij dat niet wist, of dat zij, wanneer het gebeurt, zegt, nou ja, ik vind dat ze toch adequaat hebben gehandeld, terwijl dat al tientallen jaren daar in dat hele, die hele Silicon Valley aan de gang is, ja. Het spannende, daarom vind ik het sowieso natuurlijk heel leuk dat u er bent, maar wat extra leuk ook is, als ik interviews van u terugzie, dan is het bij u spannend, want bij mevrouw Kroes gaf ik in het begin aan, die is vaak één pose, en daar moet je dan iets omheen, of maar bij u, als u geïnterviewd werd, dan schoot het vaak, was u heel heftig en dan weer heel rustig. U maakt nu een hele rustige indruk. Bent u als een... Oh, wacht maar af. Ja, ik ben blij dat u dit zegt. Misschien gaan we vechten. Ja, want hoe ziet u dat voor zich in zo'n interview ook? Zet u dat voordat u toch niet helemaal door die muur heen komt, bent u dan ook weer... Nou, kan ja, het vlammetje losknallen? Ik heb eigenlijk nog... Het zou voor mij leuk zijn als ze eens gewoon zou praten. Maar het is net alsof dat Rotterdams, waar ze vandaan komt, ik kan het heel goed nadoen, want ik heb vroeger aan cabaret gedaan. Heel goed kan ik Rotterdam en Leids kan ik ook heel goed. Maar dat is net of zij met veel moeite dat Rotterdamse heeft afgeleerd en nu zo'n beetje praat als nou, de koningin of een van die prinsessen. En dat vind ik altijd zo. En ik zou het zo leuk vinden om eens te denken, praat is gewoon. Het is net alsof het iedere zin bedacht wordt voor die wordt uitgesproken. Ja, dat is heel anders dan ik doe maar wat. Ja. 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 Tot zover. De spanning is voldoende opgebouwd. Ik denk dat we ons gaan klaarmaken. Dat betekent, Thijs, dat jij als eerste gaat. Ja. Dus kom mee. Hier achter mij staan. Juist, daarnaast hangt er een... 24 coupletten van het verhaal. Ja, dan zouden ze nooit wat aan moeten doen. Mevrouw Kroes, het is zover. De eerste 12 minuten zijn voor deze interviewer. Kijk. Dag Lely. Ha, hoe is het? Dag, prima. Ja, wat leuk je te zien. We hebben elkaar misschien herinnerd nog wel voor het eerst gezien in 2003. Toen ik voor Vrij Nederland een interview met je kwam doen over het ontluikend idealisme wat we bij jou ontwaarden. Dat was op kasteel Bolestein van Jan Dirk Parelberg, waar je in de tijd kantoor hield. Prachtig klein kasteeltje bij Maarsen. En het gesprek ging dus over de omslag die je net had meegemaakt. Je stond jarenlang natuurlijk bekend, zeker in progressief Nederland, als de keiharde minister van Verkeer en Waterstaat die half Nederland wilde asfalteren. Die niks wilde weten van politiek correcte praatjes over vrouwenemancipatie en zo. Maar toen, net voor dat interview in 2003 dus, had je in de Rode Hoed onder andere opeens een fel pleidooi gehouden voor meer vrouwen aan de top. Voor vrouwenquota en zelfs gedreigd met een vrouwenpartij. Nou, dat vonden wij als progressief blaadje een grote verrassing. Vandaar dus ook dat interview. En opeens werd je dus de heldin van progressief Nederland. Nou, waar ik het nu in de komende 11 minuten over wil hebben met je, is een aantal van zulke omslagen die je in je leven hebt meegemaakt. Dat kunnen zijn... we een aantal incorrectheden ook gelijk behandelen van als dat jouw weergave? Nu heel kort, ja? Ja, ja graag. Dan beginnen we daarmee. Ja. Ik heb niet zo lang gewacht met bekeerd te worden. Dat was al op een aantal terreinen, onder andere milieu, in 89. Want dat was mede reden dat het kabinet ophield. Precies, hè, exact. Nou, daar ging mijn volgende vraag over. Jawel, maar dus even die incorrectheid dat het pas in deze eeuw plaatsvond. Ja. Het was veel eerder. Ja, dus met de vrouwenemancipatie is dat pas later gekomen. Nee, dat was ook een beetje rond 2003. Nee. Maar we komen zo op jouw vragen. Oké, okay, precies. Dus het milieu was veel eerder. Overigens, de vraag was het niet te laat, maar dat is een ander verhaal. Ten aanzien van de positie van vrouwen, ook heel snel na 89 kwam ik tot de conclusie dat het wel erg lang zou duren voordat je een beetje balans kreeg in het buitenshuis actief opereren voor vrouwen. En als we dat de gang lieten gaan zonder quota, dan was dat toch wel het eeuwige leven. Ja, precies. Nou, daar komen we straks nog over te spreken. Allereerst, politiek en duurzaamheid. Die begonnen zelf nu ook al over. Hartelijk dank.
dank daarvoor. Als minister stond je dus bekend als Asphalt Nelly. Daar hebben we een heel mooi filmpje bij gevonden, een kort fragment. Dat is bij de opening van Rijksweg A7 in 1987. Daar was veel over te doen geweest. Er waren burgemeesters die zich er boos over hadden gemaakt. Die protesteerden, want dit ging dan door een achtertuin. En toen vertelde jij ongeveer dit tijdens een perspresentatie. Als het goed is, dan mocht u in de woorden van de burgemeester van Wieringermeer een oproep gehoord hebben tot ergens een demonstratie van burgemeesters op Rijkswegen, dat ik u op voorhand vertel, dat maakt geen indruk meer. Daar heeft u andere manieren voor nodig, zoals overigens de nieuwe aanpak van de burgemeester. Die zet zoden aan de dijk. Dus met checks bent u meer dan welkom. Ik rol dan naar de volgende conclusie. En dus zijn we kennelijk bereid om daar meer geld voor op tafel te leggen. Want we hebben geen ezel, of we hebben wel ezels in de naam, maar we hebben geen ezels. Kan je dit nog herinneren? We hebben wel ezels in Den Haag. Nee. Het is niet nieuw, maar... Maar het is een van de vele keren dus dat je wegen geopend hebt met grote overtuiging. Maar kort daarna, je zei het zelf nu ook al, in 1989 kwam het reiskostenforfait ter sprake. Werd toen gepresenteerd als een aftoppen van de belastingkorting op woon-werkverkeer. Als ik me goed herinner. Daar heb jij ervoor gepleit in het kader van het milieubeleidsplan van Ed Nijpels. Die ook nu nog steeds actief is in dat opzicht. Maar het kabinet viel. De VVD-fractie kwam in opstand. Arme Joris Voelhoeven kreeg het allemaal voor zijn kiezen. Het kabinet viel. Maar jij dacht. Niet arm. En sindsdien durft de VVD eigenlijk nooit meer over autobelastingen te beginnen. Integendeel, de afgelopen campagne werd er weer voor 130 rijden overal op de wegen gepleit. Met een grote boog loopt de VVD er sindsdien overheen. Maar wat ik wou zeggen is dat jij dus kennelijk al in 1989 doorhad dat er echt iets moest veranderen. Een paar jaar later, als ik me goed herinner, heb je zelfs gezegd: ik heb inmiddels ontdekt dat als je iets aan de files wil doen, dat bredere wegen aanleggen dan helemaal geen zin heeft, want daar worden de files alleen maar breder van. Nou, mijn vraag is nu, wanneer kwam die omslag? En hoe heb je dat zelf meegemaakt? Allereerst, je werd geconfronteerd met feiten. Met de groei van het autopark en met het gebruik van de auto. Wat ik fascinerend vond, een ervaring destijds. We waren met name geconfronteerd met het parkeerprobleem in grote steden en dat woon-werkverkeer wat vast ging zitten. Overigens, aan de ene kant me realiserend dat door de groei van de economie meer mensen de beschikking kregen over een voertuig. En dat was makkelijk zeggen als je dat zelf al een tijd had. Wanneer je dat voor het eerst had, dan was dat een vreugde. Hè? Want dan hoefde je niet meer met het openbaar vervoer destijds. Met de kindertjes, met de schepjes enzovoort naar het strand. Dan kon je in die auto. Toen die groei zo ontzettend doorging. En met name dat woon-werkverkeer helemaal vastliep. Heb ik wijze mensen gevraagd. Of ik heb de wijze mensen op het departement gevraagd. Schakel een paar wijze mensen buiten aan. En ga kijken hoe we dat woon-werkverkeer en met name dat parkeerprobleem kunnen oplossen. Het is een leuk verhaal. Dus ik zal het even afmaken. Precies. Ja, heel kort. Dat tijd tikt heel snel door. Dus ik vroeg aan die wijze mensen van buiten van wat voor campagne met die nieuwe cijfers over de milieubelasting kunnen we aan de slag dat mensen zich bewust zijn en dat we dat misschien een beetje anders kunnen regelen. Die mensen komen terug en die zeggen als u daar geld in wil steken, dat is weggegooid geld. Ik zei, daar heb ik u niet voor gevraagd. Ik heb u gevraagd om een constructief voorstel te doen. En ze zeiden, dat is onmogelijk. We hebben het over mensen die van huis vertrekken naar hun werk, van huis waar ze niet de baas zijn, gaan naar een situatie, kantoor of werkplaats waar ze ook niet de baas zijn. En ze hebben maar twee momenten op de dag dat ze voelen dat ze de baas zijn. En dat kun je ook aan de handgebaren zien van mensen. In die periode van naar je werk gaan, ook al zit je alleen in de file, maakt niet uit, jij bent de baas. Ja. Dus hou maar op. En dat vond ik buitengewoon frustrerend, want daarmee had het probleem niet opgelost. Ik was ook een van de eerste die begon over prijsrekening rijden. Ik vind dat iedereen maar zelf moet beschikken of hij een auto wil hebben of niet. Of is dat interessant dat die nieuwe generatie niet meer aan het bezit van dingen hecht.
van een auto en van noem maar op. Maar het zegt van als ik het op het moment heb dat ik het wil hebben, dan is dat voor mij voldoende. Precies. Maar prijs, rekening rijden zal ik maar zeggen. Als je dat zou kunnen invoeren, dan kan iedereen met zijn autobezit nog steeds het gevoel hebben van jippie. Ja. Maar het rijden, dan maak jij uit wanneer je daar extra voor aangeslagen wordt, omdat jij vindt dat je op dat moment die auto moet gebruiken. We moeten even door. Interessant te worden. Hè, want, ja, ik begrijp het, maar daar hebben we heel weinig tijd voor. Bij Vrij Nederland zouden we nog uren doorpraten, maar nu hebben we nog 4 minuten. Zou de VVD meer aan duurzaamheid moeten doen in het komende kabinet? En in het verlengde daarvan had er eigenlijk een kabinet met GroenLinks moeten komen, naar jouw overtuiging? Er wordt nooit genoeg aan duurzaamheid gedaan, want er is echt een groot probleem. En we hebben gezien wat in het Parijsakkoord afgesproken is, dat dat echt nog lange na niet ingevuld wordt bij de diverse landen waar wij mee werken. Dus ook niet met Nederland. Dus er moet veel gedaan worden in dit regeerakkoord. Geen enkel. En ja, GroenLinks lijkt een goede partij om daar een goede invulling aan te geven. Dat vond je echt jammer dat het niet gelukt is. Ja, dat had moeten kunnen, maar dat is niet zo gebeurd. Dat zo zijnde, GroenLinks kan nog steeds de goede gedachten inbrengen. Laten we wel zijn. Nu ziet het dan uit dat de ChristenUnie aanschuift en dat het ook echt dat gaat worden. Daar is Hoofd Den Haag van overtuigd dat het lukt. Maar de ChristenUnie is natuurlijk niet de meest vrouwvriendelijke partij. Het is de partij die nog steeds voor de aanrechtssubsidie is. De weigerambtenaar nog steeds omarmd. Wat vind je daarvan als vrijgevochten liberaal? Ja, die standpunten dat zijn de mijne niet. En overigens, dan hebben we nog een paar waar ik zorgen over heb. Het euthanasievraagstuk is natuurlijk toch ook een hele belangrijke, is een heel belangrijk dossier waar echt iets aan gedaan moet worden. Want dat kun je niet zomaar aan de kant leggen en zeggen van dat past niet in dit regeerakkoord. Maar we zijn er nog niet. En wie weet schikt ook die groep een beetje in. Ja, precies. Dan gaan we naar het volgende filmpje. Nog zo'n wending in je leven. Je was altijd een kampioen van de deregulering. Maar toen werd je op een gegeven moment in 2004 eurocommissaris van mededinging. En heb je ervoor gezorgd dat Microsoft een boete kreeg opgelegd van 900 miljoen euro. Daar gaan we even heel kort naar kijken. There are lessons that I hope Microsoft and any other company contemplating similar illegal action will learn. Talk, as you know, is cheap. Fleeting the rules is expensive, so to say. We don't walk talk and promises. We want compliance. Dat vond ik een interessante wending. Je hebt toen ook je was dus altijd een voorstander van marktwerking, van deregulering in Europa. En nu opeens wierp je op als kampioen van de publieke zaak, zeg maar, die zo'n groot bedrijf in de tang moest krijgen. In je eigen partij werd altijd gezegd, zeker in die jaren, in toenemende mate, naarmate de euroskepsis om zich heen greep, dat is allemaal Brusselse bureaucratie, daar trage ambtenaren. Jij zei, nee hoor, wij hebben met een heel klein clubje hele goede ambtenaren dat bedrijf op de knieën gekregen. Terwijl zij met een boom 737 vol duurbetaalde topadvocaten hier naartoe kwamen, is het ons toch gelukt. Ja. Wat heb je daarvan geleerd? Dat het nooit op aantallen vastzit, dat het op de intentie vastzit. Overigens, ik ben het niet helemaal eens met jouw uitgangspunt. Ik ben wat gedereguleerd kan worden, moet gedereguleerd worden. Hoe minder regels, hoe beter. Maar er moeten regels zijn. En die periode in Brussel, toen was ik eigenlijk de scheidsrechter van het spel in de economische markt. Nee. En wat wel eens fout gedacht werd, dat ik dat deed om de concurrentie te beschermen. Het was niet om de concurrentie te beschermen, maar om de consument te beschermen. Want in het geval van Microsoft bijvoorbeeld, als zij te veel macht in hun situatie in die sector kregen, dan zouden ze op den duur minder aan research gaan doen. Dan zou je minder goede producten krijgen. En het houdt mensen scherp wanneer je weet dat de concurrentie ook nog steeds goed bezig is. En dus wat je deed was eigenlijk juist om de markt te beschermen. Precies. En om de consument te beschermen. We komen aan de laatste vraag, anders mag ik hem niet meer stellen. Het verhaal gaat dat je in 2010 bijna door Mark Rutte als premier bent voorgedragen. Mijn vraag is nu, is daar serieus over gesproken en was je daartoe bereid? Er is wel eens over gesproken. Met onder jou de omstandigheden. Ook? Maar ik zou altijd nee gezegd hebben. En als je ja had gezegd, dan hadden we nu misschien Cruise 3 gehad al bijna. Had Nederland er dan anders uitgezien?
Ik vind dat Mark het fantastisch doet. Dus ik wou dat ik het dan als, maar als is niet aan de orde. Want ik had nee gezegd. Dan gedaan zou hebben zoals Mark het gedaan heeft. Nou. Dat vind ik heel, heel knap. Ja. Okay. Dankjewel. Eén gehad, tweede komt eraan. Ja, we weten het. Ja, ik ga beginnen met een fragmentje. Die kan nu ingestart worden. Het is een beetje most important sentence I wrote down and I explain here this afternoon is that after my period in the commission I will not take any responsibility in the business world, even not, for example, that a breakfast activity. Toen kon ik niet inschatten dat er nog een termijn zou komen. En ik heb mij aan de regels gehouden. En u kunt mij niet verhinderen dat ik op buitengewoon transparante wijze verantwoordelijkheden neem die ik vind dat nu genomen zouden kunnen worden. Wat zou u voorstellen om Europa uit het slop te trekken? Buitengewoon helder, buitengewoon transparant en buitengewoon snel te handelen. Ja, maar daar botsen we al op een probleem, denk ik, want nu wordt er een spelletje gespeeld. Zullen we stoppen, want ik heb nog andere afspraken, ja? Ja. Hoe kijkt u naar dit fragment? Ik vond het een heel vervelend interview, waar stellingen ingenomen werden, waar ik amper de tijd kreeg om uit te leggen dat het in ieder geval mijn beleving is dat het anders zit. Het fragment staat natuurlijk wel symbool voor eerdere affaires. Er zijn toch wel vaak verhalen geweest. We hebben het TCR-verhaal gehad. Het verhaal rondom Paalberg, waar al even aan werd gerefereerd. De Joop van Kaldenborg-zaak met de tankers. Er zijn, ja, ik veeg ze even op één hoop. Laat ik de vraag even heel simpel stellen. Vindt u dat u ooit zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling? Nee. En kunt u begrijpen dat heel veel mensen denken, waar ook is vuur? En in dit geval is er misschien wel een halve bosbrand. Ja, dan is een pyromaan langs geweest. Hè? Ja. Ja. Even op die zaken, TCR. En ik begrijp, en zeker achteraf bezien, is het ongelooflijk afschuwelijk geweest wat er gebeurd is. Ja. Oplichters en in de gevangenis gekomen. Op het moment dat ik daar een beslissing over moest nemen, had ik van doen met een voorzitter van de Raad van Commissarissen van TCR, die buitengewoon betrouwbaar was, is, ik weet geen eens of die nog leeft. Er waren voorwaarden neergelegd die ook aan andere bedrijven neergelegd waren en die werden vervuld. In die situatie. En achteraf heeft men zich daar niet aan gehouden. Dus als u zegt van ja, met de kennis van vandaag, ja, zou je het dan hebben gedaan? Nee. Maar ik vond dat je al die zaken steeds op dezelfde manier moest behandelen. Bovendien, en we zaten met een heel groot probleem, dat afvalwater, buitengewoon vervuild, chemisch en de hele rommel, moest opgelost worden. Dus ik was ook eager om met een bedrijf waar ik op vertrouwde zaken te doen. Maar fout achteraf, maar met de kennis van vandaag. Ja, ja. Tweede, ik vind Kaldenborg wil ik graag horen, want dat was een vriendje. Hè? Dat was echt een persoonlijke vriend. Die heeft u ertussen geschoven in die deal. Dat is niet waar, niet op die manier. In die deal, maar dan moet ik veel meer woorden gebruiken, ja, want anders snapt niemand in het gehoord. Er was een conglomeraat van Nederlandse bedrijven die hadden gevraagd of ik wilde voorzitten, objectief, en hen wilde vertegenwoordigen naar het Verre Oosten en daar de Nederlandse belangen dienen. Daar werden door een aantal situaties, niet door de Nederlandse bedrijven, maar een aantal situaties, werden daar belangen op de hoop gegooid. En daarvan heb ik gezegd, ik wil weten wat werkelijk aan de orde is en ik wil daar een deskundige bij die weet hoe die markt in elkaar zit. Degene die dat vanuit een andere nationaliteit, en ik noem geen nationaliteit, ook die man heeft in de gevangenis gezeten, ons in dat conglomeraat adviseerde, was zo rot als een mispel. En ik wilde daar tegenover de kennis en deskundigheid hebben. En zo is het gegaan. Maar dat neemt niet weg dat Van Kaldenborg natuurlijk een persoonlijke vriend was. Is het niet onhandig om dat dan
Of u heeft gewoon heel veel vrienden, dan kom je vanzelf... Nee, ik zeg niet. Of ik heb een aantal vrienden, ik heb heel veel kennissen. Ja. Ik heb een aantal vrienden. Ja. En een aantal vrienden die niet alleen buitengewoon betrouwbaar en deskundig zijn... maar ook hebben bewezen dat ze over bepaalde materies... Ja. En dan zou ik niet weten waarom ik die vrienden, die kennissen... niet zou inschakelen met hun deskundigheid. Ik werd er zelf geen stuiver wijzer van, want dat is natuurlijk ook... aan de orde van... In dit geval werd natuurlijk achteraf gezegd... dat die Joop van Caldeborg, die er werd tussengeschoven... eigenlijk de deal verknald heeft. Integendeel. Maar daarover is ook het een en ander gezegd. Dus ik zeg van... Okay. Ik schakel in mensen die ik vertrouw. Nee. Geen belangenverstrekking. Nee. Gaan we even terug naar het Uber-verhaal, want daar ging het fragment over. Ja. Dat was natuurlijk opmerkelijk. In 2004 zei u, ik ga nooit meer... iets doen in het bedrijfsleven. Al ga ik rozen kweken, dan ga ik ze nog niet verkopen. En vervolgens doet u het toch. Daar ging dit over. Kunt u dat uitleggen, waarom u dat toch heeft gedaan? Ja, dat kan ik uitleggen, want er zat een periode tussen. Een tweede periode in de Europese Commissie. Hmm. Wat niet voor de hand lag, want de politieke constellatie van... het kabinet was een andere geworden, dus mijn politieke kleur zat er niet meer in. En normaal gesproken zou je dan zeggen, in het Nederlandse veld is het niet aan de orde dat er dan gegund wordt aan een andere politieke kleur. Ik wou niet zo'n partij veranderen, dus dat was niet aan de orde. U kreeg een tweede termijn, vijf jaar later. Dat neemt niet weg dat die uitspraak van toen... die eigenlijk ook refereerde aan uw pensioen. U had het over rozen kweken en rustig aan doen. Dat die gewoon blijft staan. Waarom zou die tweede termijn het anders maken... dat u niet meer blijft leven? Omdat het vijf jaar later was. En dat ik die uitspraak gedaan had... omdat ik commissaris mededinging was. Ja. En dus zeer in dat hele economische krachtenveld actief was. En dat ik naar eer en geweten heb gezegd... Na die periode kan ik andere dingen doen. Overigens, dan is er een afkoelingsperiode. Ja. Dus het is niet alleen vijf jaar later, maar het is nog eens een keer anderhalf jaar later plus. Ja. En dan zeg ik, als je nog goed bent, en dat pretendeer ik hoop dat mijn vrienden me waarschuwen als dat niet meer aan de orde is, dan kan ik verantwoordelijkheden nemen en dan kan ik in een adviesfunctie bij Uber. In 2014 ageerde u heftig tegen het verbod van de stad Brussel tegen Uber. Ja. Die hebben Uber toen verboden. U vond dat schandalig, geef ze de ruimte. Twee jaar later zit u bij Uber. U ziet echt niet dat de buitenwereld dat vreemd vindt? Ik ben natuurlijk realist genoeg dat ik vaststel dat sommige mensen dat vreemd vinden. Maar dat is voor mij geen reden als er geen argumenten aan toegevoegd worden waarom ik dat niet kan doen. Wat voor mij bij Uber het aantrekkelijke is, dat hier een nieuwe gedachtegang en echt uit de box denken aan de orde is. Ja. Dat is bij vele start-ups aan de orde, maar met name in deze start-up, waar je het over mobiliteit hebt, waar je dus niet zelf de voertuigen bezit, maar waar je inschakelt doordat die digitale mogelijkheid aanwezig is, omdat we een mobieltje hebben waar we alle algoritmes enzovoort met elkaar kunnen laten praten en koppelen. En dat vind ik het fascinerende. Het is uit de box denken, eigenlijk zonder box denken. Het is overigens één stukje, we hebben het op vele terreinen al zien gebeuren, waar het nog veel verder doorgaat. U boekt geen vakantiereis meer of geen trip via een bureau. Sorry dat ik u onderbreek, maar bent u daar niet te naïef in? Kijk, u bent bekend geworden als de bevechter van monopolisten. Ja. Privatiseren, liberaliseren, al die monopolies afbreken. Als er iets is wat Uber is en wat ook de wet van het internet is, winner takes it all, is de monopolist. Er wordt geld ingepompt zodat ze de grootste worden en de rest kunnen wegvagen. U zit nu bij een monopolist. Nee, u bent fout geïnformeerd. U denkt fout. Maar bent u niet naïef over de start-up scene? Over het hele Silicon Valley? Dat zijn geen lieve Alexander Kluppinkjes allemaal. Dat zijn gasten met kraken. Die willen de grootste Alexander worden. Alexander is ook geen lievertje, maar een hele slimme jongen. Ja, nee, laten we wel. Een hele goede start-up. Ja. Maar Uber is voor mij bij uitstek een voorbeeld om te laten zien waar we 12 jaar geleden nog geen vermoeden van hadden dat dat mobieltje wat we in onze hand hebben, dat dat een grotere computercapaciteit heeft dan we ooit hebben kunnen dromen. Ja. Dat gezegd hebben, ik heb het steeds over de burger, over de consument.
Uber is het beste wat een consument kan overkomen. Maar dat kan ook een andere onderneming zijn dan Uber. Want er zijn, als u zegt, er is geen concurrentie. Kom op, me zolen. Er is wel concurrentie. Er zijn in Frankrijk de blabla's. Er zijn in Londen. En zijn ook geen hier, directe concurrenten. Kom op. Er is één wet op het internet. Dat zien we bij Facebook. Dat zien we bij Airbnb. Dat zien we bij Uber. Er is één grootste en die vreet de rest op. Ik ben het niet met u eens. En daar moet je natuurlijk ook ten aanzien van je regelgeving. En vandaar dat ik niet op voorhand zeg van alle regels weg. Er dienen regels gesteld te worden waarin elke ondernemer zich te voegen heeft. Alleen niet overmatig. Niet dat het proces in de markt daardoor hinder ondervindt. En wat het fascinerende is bij Uber. Dat het nieuwe denken aangeeft. Maar dat zien we ook in de financiële wereld. Waar mijn pleidooi bij de bankiers, et cetera, op gericht is. Want jongens, hou in de gaten. Over een paar jaar zijn jullie niet meer in een situatie waarin jullie de muziek kunnen dirigeren die je tot nu toe alsmaar gedirigeerd hebt. Dan is het veel meer het belang van de consument wat aan de orde is. Nee, maar de technologie is prachtig. Daar zijn we het allemaal over eens. Alleen de... Nou ja, er zitten ook nadelen aan. Hè? Dus we, ja, en, privacy issues. Want u houdt van mededinging. Er moet een beetje gezonde competitie zijn. En niet een beetje. Er moet concurrentie zijn. Precies. Ja. Nou, en dan vind ik het zo opvallend dat u toch dan niet het gevaar ziet van die consolidatie in dat internetwereldje, in Silicon Valley. Dat zijn geen... U geeft hoog op van die techniek, dat is prachtig. Maar de bedrijven erachter, daar wordt massaal geld... er worden bubbels opgepompt, met als één doel. Uber heeft nog nooit winst gemaakt. Ze willen de grootste worden. Ze moeten investeren. Dan zijn ze de grootste, gaan alle prijzen omhoog... en worden wij als consument alsnog belazerd. U werd belazerd, maar niet door Uber. En wat aan de orde is, dat u met dit nieuwe fenomeen maatwerk geleverd krijgt. U krijgt kwaliteit geleverd. En het, alsof ik Uber moet verkopen, en dat is niet aan de orde. Daar wordt u toch voor betaald? Hoeveel krijgt u eigenlijk van Uber? Ik zit op de International Advisory Board. Onbezoldigd? Nee, niet onbezoldigd. Maar wat krijgt u daarvoor, als ik vraag mag? Dat ga ik niet melden. Daar heeft u niets mee te maken. Okay. Pardon. Het is overigens niet een bedrag waarvan u zal zeggen van... Wauw. Maar het is niet interessant. Wat ik interessant... De belastinginspecteur weet het. Oké, dat vind ik wel belangrijk. Ja, nee, precies. Dus dat dacht ik al. Ja, dat is belangrijk. Maar wat het interessante is bij Uber, en even los van... De problemen die daar natuurlijk recentelijk boven water zijn gekomen. En waarvan ik zeg, die vrouw die dat aangesneden heeft, hulde voor haar. Want het zijn culturen waar mannen misbruik maken van posities ten aanzien van hun vrouwelijke werknemers. Ja. Daar is nu gelukkig paal en perk gesteld. En overigens, het is niet alleen bij Uber. En het is niet alleen in Silicon Valley. Het is ook in Nederland. Het is ook elders. Nou, u maakt zelf al het prachtige bruggetje naar de volgende spreker. Ik hoef helemaal niks meer te doen. Sander Schilpenning, dank u wel. Nog één. De laatste. Introductie overbodig. Ja, wat leuk. Ja, dat is... Zeg ik nu. Misschien niet altijd. Ja. Nee, maar ik bedoel... we zijn nu even onder elkaar. En, prima, meid. Ik weet ook helemaal niet zoveel van al die andere dingen. Dus je kunt ook het defensieve laten varen. Hè? Ik ben nieuwsgierig en je begrijpt waarom. Ik zeg ook jij, omdat ik ouder ben... Pietie. Ja, maar omdat we elkaar ook al heel lang kennen. Ja. Ik geloof dat de eerste keer dat ik jou zag... de laatste dag was dat jij op het ministerie... je bullen aan het inpakken was, want je was staatssecretaris geweest. En je was blij dat je eraf was. Niet heus. Ik dacht, wat moet je blij zijn om daar af te zijn. En jij vond het vreselijk. En ik interviewde jou toen. En we hadden het ook over het feminisme. Jij moest daar totaal niks van hebben. En dat was in 81 dus. Ja, correct. Ja. Wanneer is die omslag eigenlijk gekomen? Wanneer? Eind 80e jaren. En ik leefde steeds in die veronderstelling dat omdat het mij aardig gelukt was om stappen te zetten in werelden waar ik of
de eerste vrouw of een van de weinige vrouwen was. Dat met hard werken, mouwen of stroop, een beetje Rotterdams, dat je er dan wel kwam. Totdat ik verder ging nadenken, te laat in jouw ogen, want jij was veel eerder wakker dan 68, ik. 68, ja, nee, precies. Ja, ja, en met Joke Smit enzovoort. Dus daar had ik wel weet van, maar ik dacht steeds, joh, als je je inspant, dan kom je er wel. En met bloed, zweet, geen tranen. Dat bleek op een gegeven moment absoluut niet aan de orde te zijn. En toen was het bij mij ook ineens de slag om. Maar was er een gebeurtenis, iets wat jezelf betrof, ja, iets wat je bij een ander zag? Nee, niet wat mijzelf betrof, maar ik stelde vast dat er veel slimmere meiden waren, ook in mijn omgeving, die het niet gered hadden. En dat zette mij aan denken van, jee, je hebt ook af en toe enkeltjes op je schouder gehad, hard gewerkt enzovoort, laat maar zitten. Maar het feit dat zoveel hele goede vrouwen het niet redden, was voor mij eigenlijk cijfermatig het punt dat ik dacht van, je hebt het eeuwige leven nodig. En er was een studie, en misschien ben jij er wel bij betrokken geweest, waarin uitgerekend was, als we in het tempo doorgingen waar we toen mee bezig waren, dan waren er geloof ik nog 362 jaar nodig om het een beetje in balans te krijgen. En toen dacht ik, A, ik geloof niet in het eeuwige leven. B, dat neemt absoluut elke enthousiasme weg van mensen om zich in te zetten en zo. Dus dat is cijfermatig, werd ik overtuigd. Dat gaat fout. Ja. Nou, was dat begin van die emancipatie in 68 natuurlijk wel gekoppeld aan een aantal eisen, voorwaarden. Ja. En dat had te maken ook met de machtsverdeling tussen, ja, mannen en vrouwen. We waren niet tevreden met het inhalen van achterstanden. We wilden dat er een andere verdeling van macht zou zijn, waardoor mannen en vrouwen even verantwoordelijk zouden zijn voor de boterham op de plank, als voor de verzorging, ja, van de privésfeer. En daarvoor stelden wij dus de algemene arbeidstijdverkorting voor iedereen, 5-urige werkdag. Dat was het ideaal. Daar zijn we dus totaal niet, is dat totaal niet gelukt. Maar toen jij dacht, ik wil mij nu een feminist noemen. Noem jij je, als iemand zegt, ben je feminist, zeg je dan ja? Nee, dat zou ik aanmatigend vinden. Dat waarom? Ja, ik vind, als je feminist bent, dan moet je op de barricade gestaan hebben. Ja, jij staat op die toppositie en je zegt dat je voor quota bent. Nou, valt de wereld om. Ja. Dus ik bedoel, dat vind ik één ding. Ik kan je wel even helpen, maar... Waarom zou je niet zeggen... Want het helpt natuurlijk bovenal als mensen, vrouwen die macht hebben, zeggen... ik ben een feminist. Ja, vanaf vandaag ben ik een feminist. Ja, dat gaat ontzettend goed. Zie je wel. Maar ik zal je zeggen, jij hebt dat misschien ook wel eens gemerkt. Maar toen ik uit de betaalde politiek stapte, toen heb ik met Irene van Ditshuizen een aantal documentaires gemaakt over machtige vrouwen in Europa, diva's. En daar was ook een eurocommissaris bij, een Italiaanse, beter naam nu niet. Als ik aan die mensen vroeg, ben je een feminist? Duitse vrouw, de presidenten van het Bundesverfassungsgericht, is ongeveer het hoogste. Ja. Nou, daar zeiden ze allemaal, ja, natuurlijk ben ik een feminist. Iedereen. Maar als je het in Nederland aan iemand, nou zeg jij vanaf vandaag, ik ben een feminist, als het gevraagd wordt. Dat is ook echt gewoon, ook als je het gemaakt hebt. Omdat je zegt, ik zag ineens hoe het met anderen verging en dat vind ik onrechtvaardig. Heb jij vanaf dat moment, want toen was je nog lang niet van al die belangrijke functies af, dat in jouw werk ook duidelijk kunnen maken? Ja, in ieder geval geprobeerd. Wat mijn streven altijd was, en dat was op het departement, maar dat was later ook in Europa en op andere posities, van vrouwen op positie zetten. Wat mijn ervaring is, dat veel vrouwen, als je hen dan een functie aanbiedt, waarvan je denkt, daar zou zij op kunnen, dat er dan gezegd wordt, fantastisch dat je aan me denkt, maar het is te vroeg. En dan was mijn antwoord altijd, het is op tijd
En je moet ja zeggen, in mijn beleving. Want als het je volgend jaar beter uitkomt, is die vacature er niet meer. En dat is een beetje waar ik dus nu nog steeds zorgen over heb. Dat er hele capabele vrouwen zijn. Als je ziet wie afstudeert en in welk tempo en op welke disciplines. Dan kan ook Mark Rutte straks niet met het formeren van zijn kabinet zeggen. Ik kan geen vrouwen vinden, dan moet hij naar de oogarts. Hè, om het maar zo te zeggen. Hij moet en anderen moeten ook die vrouwen erbij halen. En daar moeten wij, vind ik ook, helpen om vrouwen meer zelfvertrouwen te geven. En te zeggen, van, ook al voel je dat je misschien nog niet de ervaring hebt. Op je bek gaan af en toe, daar leer je veel meer van. Heb ik in ieder geval wel en ben vaak op mijn bek gegaan. Maar zeg geen nee als je een kans krijgt op een rol in een raad van bestuur of in een managementfunctie. En ja, dat is waar ik nu heel actief in ben. Maar in jou, op het moment dat jij jezelf feministisch voor jezelf nog noemde, kon je dus in personeelsbeleid of met het adviseren over bezettingen, kon jij wat doen. Kan je ook nog andere dingen herinneren die je hebt gedaan vanaf dat moment waarvan je... Ik heb dat toen ook aan die vrouwen gevraagd. Ja. In ieder geval met de tweede portefeuille, de digitale agenda, waren er natuurlijk uitstekende mogelijkheden om met vrouwen een stuk verandering in het denken aan te brengen, wat die digitale technologie voor invloed op onderwijs heeft, op volksgezondheid, op cultuur, noem maar op. En om daar meer de vrouwen als push te laten functioneren. Dus ook daarin gekeken van wat zijn de mogelijkheden. En met name als je dan in zo'n directoraat goede vrouwen aan kon stellen. En dat is overmachtig aan de orde in Brussel. Dat er zo... Maar ik vind wel altijd, hè, dat het is natuurlijk een leuk gezicht dat er een vrouw zit. Maar als ze doet net zoals een man het zou doen, hè, alleen een rok aan heeft, dan vind ik het eigenlijk niet zoveel uitmaken. Ik heb wel het idee dat, en daar heb jij toch ervaring mee, want jij zit natuurlijk altijd in bijeenkomsten waar je met een paar vrouwen of de enige bent. Denk jij, vind jij dat vrouwen het anders doen? En op welke manier, wanneer ze op die topfuncties gaan? Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen het anders doen. En ook de eigen ervaring. Veel meer teamwerk, veel minder ego, veel meer kansen geven aan anderen en niet per se voorop hoeven te lopen. En dat je daarmee een grote stroom binnenhaalt. Er werd daarnet gezegd dat ik op die International Advisory Board van Uber zit. Daar is natuurlijk toch haantjesgedrag binnen die organisatie. Een ander bedrijf waarbij ik op de board zit is Salesforce. Als ik kijk wie daar collega's zijn, dat zijn topvrouwen. Daar wordt de financiële kant binnen de board gedaan door een zwarte vrouw. Ik heb nog nooit zo'n goed mens meegemaakt en scherp. En van zich afbijten. Daar zitten andere vrouwen bij. En dan betekent het dat ook in het aannemingsbeleid gelijk ook weer dat te zien is. Want... Maar die bedrijfscultuur, hè, we zijn toch wel van de week, ik althans natuurlijk, vergast op hoe het daar in Silicon Valley toe gaat met die mannen. En, niet alleen daar, hè? Nee, niet alleen daar, maar... Ik ben wel geschokt, want de klokkenluidster is niet gehoord. Ik bedoel, het is al jaren bekend hoe het daartoe gaat. En hoe mensen geïntimideerd worden, vrouwen die het aan de kaak stellen, zeggen eruit, ook bij Uber. Jij zegt trouwens Uber, hè? Ja. Ja, ja. Nou, ik zeg Uber, maar... Ja, ik kan allebei. We weten waar we het over hebben. Maar ik dacht wel, jij hebt daar toch een zeer belangrijke functie en dat heet beleidsadvies. Heb jij nou iets te zeggen? Want jij zei, ik vind dat ze adequaat gereageerd hebben. Nou, het is dus al jaren aan de gang en nu worden ze eruit geknikkerd, een aantal van die kerels. Inclusief meneer aan het hoofd, die er voor tijdelijk vandoor moet. Nee, hij is nu definitief. Ja, maar ik snap kan jij er wat aan doen? Ik zit niet op de board bij Uber, maar ik zit op de International Advisory Board. En dat is met name ten aanzien van regelgeving in de diverse landen. Maar dat is niet om weg te komen van die verantwoordelijkheid. Want ik maakte me met jou en met vele anderen grote zorgen wat daar gebeurde. Je hebt het overigens over, en dat is niet alleen met Uber, je hebt het over een start-up.
En dat is in een gigantisch tempo verder dan een scale-up en is nu eigenlijk een multinational geworden. Daar zitten jonge honden op, want 40 is daar al oud. Ja, ik heb foto's van iemand gezien. Ik vind dat hij er heel appetijtelijk uitziet. Ja. Maar ik bedoel, nu ik hoor wat hij doet, denk ik, dat is toch schandalig. Even voor goed begrip. A, het is natuurlijk toch in een razend tempo dat een briljante gedachte van een aantal founders zoveel aanklang heeft en het wordt groot enzovoort. Dat laat zien dat men als ontwerper van zo'n formule van een businessmodel niet per se geschikt is om het management te voeren. Nee. En dat is ook bewezen. Maar zou jij in jouw positie kunnen zeggen, zoals bij heel veel bedrijven is gebeurd, er moet er een vertrouwenspersoon komen en alle klachten moeten daar terecht komen. En dat is ook gebeurd. Dat lijkt me. Hoewel dat buiten mijn competentie van die. Maar dat is niet. Maar je zou het in de krant kunnen zetten. Ja, maar ik hoef het niet. Ik moet het niet in een krant zetten. Oh, je bent heel vaak erover aangevallen. Ik moet 12 minuten voorbij, maar deze zin mag u afmaken. Ja. Ik moet het op de goede plek aan de orde stellen. En dat was bij Travis zelf. En dat was bij zijn team en bij zijn commissarissen die vanuit de financiële input die ze erin hadden, opereerden. En dat het nu een bedrijf is wat veel breder en veel verder gaat en daar ook de consequenties uit moeten halen. Travis is opgestapt. En is niet tijdelijk opgestapt, maar is nu helemaal opgestapt. En ik hoop oprecht, en daar push ik voor, dat er een vrouw aan de top komt met ervaring, ook op die andere terreinen. Dat vond ik nog een laatste zin. Dames en heren, geef ze maar een applaus. Alle twee. Ja. Kom mee, dames. Als u daar in het midden wil gaan zitten, u wil ik vragen daar. Ik vond die laatste zin nog wel even de moeite waard om u een tikje uit het format te laten lopen. Zullen we hem scherper stellen? Als er geen vrouw bij Uber aan de leiding komt, houdt u ermee op als adviseur? Dat lost het probleem niet op. Nou, het zou wel kunnen helpen. Het zou ook wel een mooie... Dat is één dag op de voorpagina van het plaatselijk suffertje in Amsterdam. En daarna is het allemaal over. Dus als ik echt een impact wil hebben, dan moet er de beste komen. En ik heb een aantal vrouwen genoemd die in mijn ogen, als die het... Maar het zou weer een appetijtelijke man kunnen worden, begrijp ik. Ja, appetijtelijke mannen zoek ik op andere momenten. Goed. Ja. Daarover volgende week een avondvullend programma, dames en heren. We gaan even de nabeschouwing in. Want het was voor u natuurlijk kwetsbaar, spannend, moedig vooral. Maar deze drie hebben hier, voordat ze de hoek omkwamen bij u, even verteld wat ze van plan waren. We hebben daar kunnen bekijken in hoeverre ze daarin geslaagd zijn. We beginnen even met Thijs. Thijs, ik zag je net even, je hebt allemaal aantekeningen gemaakt als voorbereiding even. Ik zag je dat nadrukkelijk even nog een keertje nakijken. Even. Ja, maar even precies te memoreren wat straks de headlines kunnen zijn. Ja. Nou, ik was aangenaam verrast dat het eigenlijk wel een mooi gesprek was. Al ging het wel ontzettend snel. Ja. Ik ben natuurlijk een weekblad, maandbladjournalist. Dus wij hebben meestal anderhalf uur voor zo'n gesprek. En dan kan je rustig doorpraten van alles nog wat. Maar ik zag tot mijn schrik dat we op een gegeven moment na één klein onderwerpje op 7 minuten zaten. Maar goddank werd dat helemaal goed gemaakt. Want wat ik eruit wilde halen, namelijk dat Nelly Mark Rutte zou aansporen tot een veel duurzamer en groener kabinet, dat heeft ze gedaan. Ze heeft letterlijk gezegd, het kan nooit duurzaam genoeg. En ze heeft zelfs toegegeven, een beetje impliciet, dat ze de voorkeur zou hebben gegeven aan een kabinet met GroenLinks. Dat vond ik ook wel mooi. Ja? Dus de headline zou kunnen zijn, Kroes pleit voor een groen kabinet. Ja, en daarbij, nadat Kroes in 2012 bedankt heeft om premier van Nederland te worden. Ja. Nee, maar We gaan niet die headline terugtrekken. In uw antwoord zei u, we hebben daarover gesproken. Maar nou is de vraag die erachter ligt, bent u gevraagd? Je wordt niet voor minister-president gevraagd. Mark had heel duidelijk gezegd, als ik onder die omstandigheden, dan doe ik het niet. Of dan pas ik. Dan kwam er een nieuwe situatie. En dan weet je veel wat er gebeurt. Maar gelukkig is het niet gebeurd. En ik heb wel heel plain gezegd, als ik die vraag op mij af had gekregen, was het antwoord nee geweest. Goed. U heeft bedankt, hij kan blijven staan. Nee. Wat ik interessant vond, ik haal nu even het interview van Sander erbij, is, want wat zij alle twee deden, is eigenlijk vrij vroeg in de opening heel veel zaken van u, zoals jij het voor mijzelf formuleerde, op een hoop vegen. En dat was interessant, want daar kwamen jullie eigenlijk beide mee toch een beetje in de knel. Want dat accepteerde mevrouw Kroes niet. Sander, ik ben nu bij jou even.
Ja, nee, ja, het moeilijke was dat ik natuurlijk een heel groepje aan zaken moest behandelen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ja, je moet dan eigenlijk iemand aankijken en zeggen van... Hè, het samenvatten tot de vraag in essentie. Vindt u dat u iets heeft verkeerd gedaan? Heeft u belangen verstrengeld? Nou ja, dan zegt u nee, ja, dan ga ik daar met boter en suiker in. Ja, dat is niet anders. Dan moet je dan maar geloven. Veel meer kun je ook niet in 12 minuten. Er zijn natuurlijk nog wat zaken die we nog niet hebben besproken, zoals... Nee. Jij moet streng zijn, ik moet streng zijn. Nee, maar goed. Dat is zo. Je kan, ja, ik ben net zoals mijn collega natuurlijk ook een maand bladenmaker. Dus dan heb je veel meer tijd. Ja, nee, die tot zover. Ja. Mevrouw Kroes, wat ik interessant vond, wat we natuurlijk van tevoren moeten zij natuurlijk ook in ons aangeven waar ze over gaan hebben. Wij vonden deze natuurlijk ook spannend, als in dat het een confronterend interview is. Heeft u, wat we hadden het aan het begin al even over, dat uw gelaatsuitdrukking verraadt niks over wat u op dat moment voelt, denkt of zo. Bent u ergens echt geïrriteerd of in zo'n interview? Nee, daar loop ik te lang voor mee. Dat gezegd hebbend, natuurlijk zijn dat allemaal onderwerpen waar ik niet van zeg van jippie, wat was dat allemaal leuk. Ja. Dat was niet leuk. En daar kon ik ook op dat moment vaak niet over zeggen wat ik eigenlijk had willen zeggen. En dan kan ik u niet verwijten dat u een conclusie trekt waarvan u zegt van ja, is dat geen belangenverstrengeling. Maar op het moment dat een vriendenrelatie op zich al inhoudt dat het een belangenverstrengeling is, daar word ik een beetje... Ja. Maar ik hoorde je wel op een gegeven moment zeggen, toen het ter sprake kwam of Uber nou, een monopolist is. U denkt fout in uw hoofd. Dat vind ik ook wel een mooie deadline, headline trouwens. Aan de maal in mijn knie, ja. Daar zijn we toch wel... Ik ben geneigd u te geloven als u zegt... Nou ja, dat heeft allemaal een verhaal en dat kan ik allemaal verklaren. Maar dat internetdiscussietje wat we hadden... daar denk ik toch wel echt anders over. Dat is je goed recht. Ja. Maar we moeten natuurlijk niet feiten door elkaar halen. Want als jullie zeggen van... In Amsterdam, een aardig voorbeeld. Daar is Uber, maar daar is ook nog TCR. En daar zijn ook nog andere vormen van. Dus dan kan je moeilijk zeggen... dat is een monopolie van Uber. Nee, er is keuze... U kunt TCR bellen, u kunt Uber bellen. Nog wel. Wat natuurlijk zo is dat Uber steeds groter wordt. Er komen wekelijks rijders bij. En de prijzen voor de rijders gaan omlaag. Dus uiteindelijk, dat is een grote issue in Amerika, worden de chauffeurs worden uitgevrongen. Ik voel onmiddellijk hier een razend interessant gesprek uit voortkomen. Ik zeg dat je daar nog een keer wat pagina's aan weet in jouw blad. Nog een keer, mocht u daar mee willen werken. Wat ik ook even opmerk, en mevrouw Dancona, kom ik nu vanzelf ook bij u uit, is, u bent in alle drie de gesprekken, want wij kunnen dat hier op die monitor en op dat grootscherm, konden we uw gelaatsuitdrukking goed volgen. U raakt eigenlijk nooit uit het contact. Dus door geen enkele manier, dus door oogopslag, u zou bijvoorbeeld de armen over elkaar kunnen doen. Of, bent u zich daar bewust van? Dus u blijft permanent, zowel qua schouderpositie als oogopslag, in het contact. Nee, ben ik me niet bewust. Behalve nu even dit gesprekje, maar in al die andere... Nee, maar ik zat te denken, want dat zou, vind ik, een veel aardige vraag aan mij geweest zijn. Van bij wie voelde je het meest ongemakkelijk? Goeie vraag. Bij Hedy, en niet omdat Hedy en ik niet op een buitengewoon plezierige en bijna vriendschappelijke wijze... maar omdat ik ten aanzien van dat onderwerp, en zeker terugkijkend naar mijn leven, maar af en toe... schuldig voel dat ik denk van potverdikke, ik heb niet genoeg gedaan, want ik ben te laat wakker geworden, om het maar zo te zeggen, die bekeerling enzovoort. En ik zie nu wat voor trage slakkengang in die situaties. En daar had ik meer aan kunnen doen, dus daar voelde ik me het ongemakkelijkste. En terugkijkend op het leven, want die feiten kan ik niet meer veranderen. Ik kan van die feiten van jullie niks veranderen. Hoeft ook niet. Maar dit is iets waarvan ik zeg... Dat is ook wel goed om het nu even te openbaren. Toen u van tevoren aan ons aangaf en aan vooral de mensen in de zaal... wat uw plan was, had u een wat meer confronterende stijl voor ogen. En op een gegeven moment ziet u dat ze eigenlijk voor een groot deel met u meebeweegt. Ze zeggen ook zelf, was ik laat mee. Dat moet u bijschakelen in de interview. Ja, nou ja, dat, ik schakel altijd erbij. Ik bedoel, in ieder gewoon gesprek. Ik zit hier natuurlijk op een wat ander... Ik ben geen beroepsjournalist.
En het gaat om een onderwerp waarna ik nieuwsgierig ben hoe dat zo gegaan is en gekomen. Maar ik vond het toch wel interessant dat, en nou begrijp ik het ook nu Nelly het zegt, dat zij zich een beetje schuldig en beschaamd voelt. En daarom ook op de vraag, zeg jij wanneer mensen aan je vragen, ben je een feminist? Ja. Zegt, nou nee. Maar om een hele andere reden dan ik meestal denk. Want Nederlandse vrouwen zeggen altijd, ja, maar. En dan komt er, ik ben geen tuinbroek dragende, stampvoetende, zoals jullie allemaal. Haast verbrandende, allemaal idiote dingen. Maar goed. Nelly zei het dus op een heel en dat verraste mij dus. Toen dacht ik, oh, ja, dat is interessant. En dan gaat het er natuurlijk niet om dat ik haar in een hoek moet... Nee, dan is het leuk dat ik tegen haar zeg... Zeg jij nu vooral, als machtige vrouw nog steeds... Als die vraag je wordt gesteld, natuurlijk ben ik een feminist. Zoals die buitenlandse vrouwen dat in die documentaires die wij maakten ook zeiden. En dat helpt namelijk. Ik werd dus gebeld morgen door Eva Jinek. En zij vroeg mij over het feminisme. Ik werd geloof ik 103, maar heel oud. En toen zei ik, ja, natuurlijk ben ik feminist. Dus toen zei ik tegen haar, ben jij een feminist? En toen zei ze, ja, vanzelfsprekend. Zei ik, zou je dat nog eens een keer luid en duidelijk willen herhalen? Ja. En vooral ook overal waar je komt. Dat iemand dat gewoon zegt. Dat en dan hoef je niet het hele verhaal, en je hoeft niet de jamaren en de relativering. Dat is leuk. En dat is, vond ik in dat gesprek dus een interessant moment. Dat het bij haar uit een hele andere, een heel ander gevoel voortkwam. Namelijk dat ze eigenlijk vond mag dat zij dat niet. Je mag dat vond ik leuk. Eén verhaal, en dat sluit hierop aan. De laatste dag in Brussel als commissaris Digitale Agenda was ik in Rome. Dat was toeval, want we wisten niet wanneer de laatste dag zou zijn. En er was kennelijk Europees geld gefinancierd voor de Sixtijnse kapelverlichting of zo. Dus daar moest ik heen. Doorgaanse werkdag in Brussel. Ja. Subsidie moet daartoe. Ja, heel zwaar. Ik had tegen mijn mensen gezegd, als ik ooit in Brussel ben, in Rome ben, dan wil ik op bezoek bij een mevrouw die in een project van robotisering ingeschakeld was. Dat was ook een project gefinancierd door mijn, tussen aanhalingsteken, directoraat. Dat ging erover van, wat is de consequentie van robots en dan met name op mensen en met name op een vergrijzende bevolking in Europa. En daar was de Turijnse universiteit bij en daar was de Romeinse universiteit bij enzovoort. Dus ik ben bij die mevrouw op bezoek gegaan voor dat project op die laatste dag. Ze was inmiddels ver in de 90 en zo helder als glas. En ik vroeg haar van, wat is er allemaal met uw leven gebeurd? En er was ook een robot en daardoor kon zij nog zelfstandig leven in dat appartementje. En ze zei, nou dat is interessant, ik ben op mijn 16e getrouwd met een man uit Rome. En die heeft gelijk gezegd, geen onderwijs meer, er wordt niet naar het buitenland gereisd. En ik volgde dat patroon, dus wat je noemt een lang en gelukkig leven. En op mijn 72ste, en dat die oude mevrouw, ze springt op, ze zegt, 72 was mijn D-Day. Ik zeg, wat gebeurde er dan, mevrouw? Ze zegt, hij overleed. En ze zegt, toen begon mijn leven. Toen ben ik gaan studeren. Ik heb mijn universiteit afgemaakt. Ik ben gaan reizen. Ik ben boeken gaan schrijven. En voor mij was het allerwijste wat ik uit dat bezoek kon ophalen. Je bent nooit te oud om je dromen te realiseren. Zij was op de 72ste toen die man het ondermaanse verliet. Was in staat om niet te zeggen van, was dat me eerder gebeurd of was dat maar... Nee, ze nam de kans van dat moment en dat je dat dan laat zien. Nou, dus als ik nu zeg, ik ben feministe, dan heeft er hopelijk nog een leven voor me en dan ga ik nog aan de slag. Nou, met deze ja. 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 Dames en heren, ik dank u allen natuurlijk hartelijk voor de komst, want we gaan nu afronden. Nogmaals, 27 augustus zijn we terug. Ik denk dat wij kunnen bedanken de vrouw, de beste minister-president die we nooit gehad hebben. Blijkt toch feminist. Dames en heren, Nelly Kroes. Dank u wel.
Dank je. Thijs Broer, Hedy Dancona, Sander Schimmelpenning. Dank jullie wel. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen. Ik hoop u nog aan de bar te zien en tot eind augustus. Dank voor de komst.